Anderhalf jaar geleden wordt de 22-jarige Shelly met 51 messteken om het leven gebracht door haar toenmalige vriend. Het klinkt als een script van een horrorfilm, maar het is helaas de realiteit waar haar moeder Mariette Bos mee te dealen kreeg. En Mariette zit naast mij op de bank. Ik vind het ontzettend moedig dat je hier zit. Zeker omdat het zo kort geleden is, anderhalf jaar pas. Ja. Ik wil eerst even weten, hoe gaat het met je? Ja, we zitten nog steeds in een rollercoaster. Ja. Het gaat op en neer. De ene moment gaat beter dan de andere moment. Ja, ik kan me voorstellen. Krijg je wel hulp? Heb je mensen waarmee je goed kunt praten? Ja, ik heb een psycholoog. Dat is een hele fijne man. Ik mag hem altijd appen. Hij probeert me aan alle kanten te helpen. Alleen hij zegt ook, het is een traject die we ingaan die de rest van mijn leven gaat duren. Ja, precies. We zien Shelly hier achter ons op het scherm. Ja. Kan je vertellen wat voor meisje Shelly precies was? Shelly leek, als je de zo kende, hard. Maar het was een meisje met een heel klein hartje. Shelly die werkte graag met mensen. Dus die deed in de zorg. Ja. Werkte als huishoudelijke hulp. Maar het bleef ze altijd wel langer hangen. Omdat mensen altijd hun verhaal kwijt wilden. Ja, precies. Ja. Maar ze was ook een dierenvriend. 4 mei kregen wij, vorig jaar nog, kregen wij een app van haar. 8:01. Mam, denk je eraan dat je zo je mond moet houden, want de klok gaat starten. Wat ik dacht. Van wie heeft jou dat geleerd? Rouwstoeten als die eraan kwamen. Ja, dan duwde ze letterlijk naar de kant. Want zij vond, dan moest je buigen. Ja, respect voor hem. Ja. Ja. Shelly was daar echt. Maar ze kon ook heel hard zijn. Als ze klaar met je was, dan was ze ook echt klaar met je. Dan was je echt over de scheef gegaan beide. Maar ze was ook naar haar vriendinnen toe, als die het moeilijk hadden. Midden in de nacht maakte het er niet uit. Dan gingen ze pizza halen, cola en gingen ze elkaar opzoeken. Dus het was echt een meisje, ja. Eigenlijk als je de hart gestolen had, had je een top. Ja, ja. Hoe was jullie band? Ons band. We konden heel goed samen, maar ook heel erg botsen. Af en toe onweer. Ja, ja. We leken heel erg op elkaar. En wat Shelly echt ook deed, is als ze ruzie had of ergens niet mee eens was, dan appte ze mij en dan kreeg ik de volle lading. En dan meestal appte ze daarna wel terug van, sorry mam, maar ik moest even mijn frustratie kwijt. Ja, daar ben je ook wel weer moeder voor natuurlijk. Ja. En ze zei altijd, jij loopt toch niet weg, wat ik ook doe. Ja. Dus ja, daar leken we wel, ze leken wel heel veel op mij qua karakter. Ja, als je elkaar op elkaar lijkt, dan botst het ook gewoon nog wel eens. Precies, zo is het. Ik zei het al, het is kort geleden, 23 juni 2020 is het gebeurd. Ja. Haar toenmalige vriend Tony E. Heeft haar vermoord. Jij zegt zelf in interviews, zeg je afgeslacht, hè? Ja. Ja. Ik vind moord vind ik 1 kogel of 1 klap. En wat hij gedaan heeft, is nog erger dan een vark in een slachthuis. Ja. Ja. Je gaat tegenover een meisje van 53 kilo staan en ze kon geen kant op. Ze zat letterlijk als een rat in de val. En zo noemde de officier het ook. Ja. We gaan het zo meteen hebben over de straf die hij heeft gekregen, want hij is inmiddels veroordeeld. Ja. Hoe was hun relatie met elkaar? Nou, dat is bizar. Shelly had hiervoor een vriend. Nou, wij werden helemaal gek, want je hoorde alleen maar die jongensnaam. Ik kan ook wel zeggen, Quincy voor, Quincy na. Dat ging op een gegeven moment uit, kreeg ze wat met Tony. Ik kwam er bij toeval achter toen ik de woning binnenkwam bij haar, dat hij in de keuken stond. Maar echt uitbundig was ze nooit. Wij hoorden haar niet uitbundig wat een meisje heeft. De verliefdheid spat er niet zo van. Nee, dat gevoel hadden wij niet. En op een gegeven moment begonnen er bij ons dingen op te vallen dat wij zeiden, ja, dit klopt niet. En in het begin wil je niet de bezorgde moeder zijn. Op wat voor dingen doe je dan? We hadden op een gegeven moment barbecue. En wij zijn niet de rijkste. We werken allebei gewoon, dus we hebben wel goed, maar je bent niet rijk. En we hebben een barbecue met z'n viertjes. En ik had 6 kilo vlees. En meneer zei, is dit alles? Dus dat ik hem aankeek van, joh, als het kort komen, boven hebben we een vriezer, haal ik wel uit de vriezer. Ja. Nee, thuis hebben wij biefstuk. Dat ik hem aan zat kijken. En dat Shelly zei, doe ze normaal tegen mijn moeder. Weet je, ik wou Shelly ook niet voor het hoofd stoten. Want Shelly was best wel een zelfstandig meisje. En ik had wel het gevoel van, als het wat is, komt ze wel. Ja. Alleen, die zondag gaan ze weg om 9:30. En wij staan buiten en ik geef Shelly nog haar een knuffel en een kus. Dat was dus de laatste keer dat ik haar gezien heb.
En toen zeiden wij gelijk tegen elkaar, we gaan met Shelly praten, want er klopt iets niet. Nee, je voelde al aan je water dat er iets gewoon... Dat wat mis was. Ja. Maar wie bedenkt dit? Nee, dat weet je van tevoren. Tuurlijk, dat weet je van tevoren ook niet. Nee. Hoe heb je dan... Want het gaat dus vreselijk mis. Wanneer hoor je dat dan? En hoe gaat dat dan? Wij hadden dinsdag met Sander, Shelly en ik contact. Ze appte mij, mam, je verjaardagskroos binnen. Kom morgenavond brengen. Kou voor jou met zo'n hartsmiley. Waarop ik reageerde, Shell, ik ben op het startpunt, ik ben aan het werk. Ik ga zo naar huis, want ik voel me beroerd. Ik app je vanavond. Wij hadden eten besteld, wij zitten te eten. En om 7:10 kreeg Marco een app van haar. Marco is jouw partner? Ja, is mijn partner. En toen ben ik even naar bed gegaan. En 9:15 krijgt Marco een app van een vriend uitzetten. Van joh, dat is flat van Shelly, daar is er wat gaande. Zij komt naar boven gestormd en we springen in de auto. Ik had nog niet eens schoenen aan. En we komen halfwege de straat en het staat helemaal blauw van de zwaailichten. En ik had er al geprobeerd te appen en te bellen en het lukte niet. Nou, dan zit je natuurlijk verschrikkelijk in de zenuwen. En dan kom je daar aan en zijn moeder zat er al. En ik werd tegengehouden door de politie. En toen werden we verzocht om naar het politiebureau te gaan. En toen zijn we overgebracht naar het politiebureau. En wist je toen gelijk al dat het mis was? Of... Ja, het was al op internet gaan lekken. Dan hoor je wel hier en daar, maar je hebt toch nog hoop. En om 9:30 ging haar app online. Toen dacht ik, oh, Shelly leeft nog. Ja. En toen bleek politie te zijn. Maar die reageerde niet op mijn apps. En dan zeggen ze in het politiebureau, ja, het gaat om een meisje, helemaal volgetatoeëerd, 30 jaar. Dus ik zeg tegen Marco, godzijdank, dat is Shelly niet. Nee, want die is 22. Ja. En dan om 11:45 komen ze met een cruciale foto. En dan moet je haar... Ik moest haar tatoeage gaan identificeren. Alleen aan de hand van haar tatoeages, ja. Weet je dan gelijk al wat er... Wordt er dan gelijk al aan je verteld wat er gebeurd is? Nee. Nee, er werd... We keken naar die... Ik kreeg eerst een tatoeage en toen zei ik van ja, dat is mijn dochter. En toen zeiden ze waar zijn ouders ook bij zaten van ze is overleden. En kun je vertellen, want niet iedereen die dit kijkt weet natuurlijk wat er gebeurd is. Wat er dan is gebeurd? We hebben het gehad over 51 mesteken. Neem je tijd, want het is een heel heftig verhaal. Zoals wij Shelly hebben gezien later, is Shelly thuisgekomen rond 4:00 van haar werk. Heeft zich omgekleed. Ze had haar verre kleren aan. Aan het aardgezin heeft ze eten gekookt, spinazie met aardappels. Toen is ze rond 6:30 is ze naar een inbouwkast gelopen. Ze hebben in die flats van die inbouwkasten, vroeger noemden ze dat kolenkasten. Dat is een hok van 1,5 meter ongeveer bij 50. Daar zit een deur voor. Ze heeft die deur geopend en daar heeft ze links haar koelkast staan, rechts haar wasmachine. Mm-hmm. En ze heeft waarschijnlijk een toetje willen pakken. En hij is naar die kast gelopen en heeft zo recht in het gezicht gepakt, vastgehouden. En met de achterhoofd 6 keer tegen een betonnen muur aangeslagen. Toen is ze omgevallen, is tussen de muur en de wasmachine vast komen te zitten. En toen heeft hij een aardappelschermes van het aarde gepakt, waar zij die avond haar aders mee had geschild. Heeft hij mee gestoken, dat mesje brak af. Toen is ze naar de keukenlaan gelopen, heeft hij een boterhammes gepakt. Die brak ook af. En vervolgens heeft hij 1,5 meter zich om moeten draaien naar een andere kast. Die kast moest ze openen en een slaagmes gepakt uit zo'n messenblok. Ja. En volgens in totaal 51 keer gestoken. En toen heeft hij gewurgd en gesmoord. En ze had botten in de lichaam gebroken en gewoon de kast dichtgedrukt. Want hij zei ook, hij heeft gecontroleerd om zeker te weten dat ze dood was. Ja, pure haat, pure... Ja, en hij gooit het op. Ik had een waas. Waas, sorry. Want hij geeft aan dat ze ruzie hadden, hè? En dat het daar iets is... Hij geeft in de rechtbank aan... Shelly had fotolijstjes gemaakt met een foto van hem en haar. Wij hadden hem zondags op vaderdag al gehad. Zijn ouders hadden hem vergroot gehad in een puzzelvorm. En voor oma lag er ook een.
Hij zegt, Shelly heeft die kapot gehoord, daardoor ging bij hem een knop om. Voor de duidelijkheid, dat lijstje is op de zaterdag kapot gevallen. Die zaterdag voor de moord was ik bij Shelly. Dat lijstje lag op de salontafel. Shelly ging koffie zetten. Ik pak dat lijstje om op het eethoek leggen. En het glas breekt. Waarop Shelly nog zegt, mam, maak je niet druk. Ik heb 40 van die lijstjes. Ja. En hij beweert dat het aanleiding was tot moord. Hij zegt, ja, we kregen woorden en ik ben naar het balkon gelopen. Het was 30 graden. Deur staat open. Deuren stonden open, horen geflat. Ja. En hij zegt, ik ging op balkon zitten met mijn zonnebril op, zodat zij niet zag dat ik huilde. En toen ging ze raad keer. Nou, sorry. Shelly was het luchtalarm als die boos werd. Dus er moet iemand iets gehoord hebben. Ja, ja, en niemand heeft dat gehoord. Nee, want dat is wel gek, hè? Want hoe is ze dan uiteindelijk ontdekt? Op een gegeven moment is er om iets over 6:30 na de moord... heeft hij een van zijn vrienden gebeld. Die is gekomen. En die is in de woning van Shelly op de bank gezitten. En die verklaart... Terwijl zij nog... In de kast ligt knok voor haar leven. En die verklaart van, ja, ik zie bloed aan zijn handen zitten. En hij staat volgens op, loopt langs die kast op en gaat water drinken in de keuken. Niemand die omkijkt naar Shelly. Na 3 kwartier belt die jongen zijn broer. Die jongen slaat pas alarm. Er zit er al ruim 1,5 uur tussen voordat de politie komt. Ja. En mijn dochter ligt uit de knokken voor haar leven. Niemand wist of ze toen nog leefde. Dat kon alleen een dokter zeggen. Ja. En als er misschien wel gelijk actie was ondernomen... dan had er nog iets... Ja. Ja. Ja, er zijn een hoop dingen die gewoon... Niet kloppen. Nee, niet kloppen. Ik vind ook, naar mijn mening, als jij ergens komt, of nou een plaatsdelict is of een ongeval, dat jij gewoon verplicht bent die 112 te bellen. Ja, precies, ja. Maar die jongen zegt, ik was in shock, maar dan lees ik in zijn verklaring, hij heeft wel zijn vriendin geappt. Sorry, ja, maar... Ja, ja. Terwijl mijn kind daar ligt te knokken voor de leven. Wat als dat kind hun misschien wel gehoord heeft? Ik weet het niet. Nee. En dan heb ik ook nog gehoord dat je dan op een gegeven moment... moet natuurlijk het appartement moet dan leeg. Ja. En dan kom je daar binnen en dan tref je... Bloed aan. Want er is niet opgeruimd. Nee. Bij donderdagavond, 2 dagen na de moord, werd de woning vrijgegeven. De familieregisseur ging als eerste erheen. En die zeiden, ja, de woning is goed. En toen kwamen wij daar en... Het was schemerig die avond al, dus wij zagen ook niet veel, want ik wou die lamp ook niet aandoen. Nee. En wij gaan weg en volgende avond, ik ga terug naar de woning met een vriendin van Shelly om de jurk op te halen voor de crematie. En de televisie onder bloed, bloed aan de muren, glas op de grond, bloed aan de tafels. Maar waarom is dat niet opgeruimd? Geen idee, maar dat was nog niet het ergste. Wij vragen op een gegeven moment aan de advocaat, waar is Shelly vermoord? Want wij dachten in die woonkamer. Ja. En toen zegt ze in de kolenkast. En we gaan er s'avonds, Marco en ik gaan daarheen. En je ziet letterlijk op de muur zie je zo'n bloedafdruk van haar handje. Ja, in juli van dit jaar is Tony E. dus veroordeeld. Ja. Hij heeft 10 jaar gekregen en TBS. Wat vind jij van die straf? Te laag. Hij staat over, als hij zich goed gedraagt, 15 jaar vrij. En ik dan? Jij hebt levenslang. Ja. Hij wil terug naar Ede. Waar jij woont. Waar ik woon. Want hij heeft daar zijn bedrijf. Niemand denkt aan ons. Ja. Wat had je, dat klinkt misschien gek hoor, maar wat had je gerechtvaardigd gevonden? Is er een straf rechtvaardig? Liefst levenslang, maar dat hebben wij in Nederland niet. Ik vind 25 jaar met TBS, had ik mee kunnen leven. Maar ik vind ook dat wij als nabestaanden niet bang hoeven te zijn... dat wij een verdachte of een moordenaar tegenkomen. Nee. Het moet gewoon standaard in Nederland zijn. Jij hebt een moord gepleegd in Ede. Daar mag je jij mag jij daar nooit meer komen. Nee. Jij blijft Ede uit. Heeft hij ooit excuses gemaakt? Nee. Berouw getoond? Nee. Ik wil toch proberen... om positief afsluiten, dat kan niet. Dat is gek. Maar ik wil wel aan je vragen waar je de kracht vandaan haalt. En hoe je verder gaat. En hoe je naar de toekomst kijkt. Kracht geeft Shelly mij. Shelly was een vechter.
En Shelly zou zeggen, mam, stilzitten is gewoon niks voor mij. Had Shelly ook. Stilzitten, dat is geen oplossing. En die gordijnen dicht doen. Ga ik piekeren. Maar ik wil wel zorgen dat de dingen gaan veranderen. Ja. En hoe ik het doe, ga ik het doen. Maar ik zorg, voordat ik dood ben, dat de daders nooit meer terugkeren naar de plaatsdelict. Ik vind, wij hebben levenslang, en dat hun ooit vrijkomen, prima. Maar niet meer terug naar onze woonplaatsen. Jij hebt die keuze gemaakt en ja, niet de slachtoffers. Nee. Laten we hopen dat dat gaat lukken. En, ik hoop het. Ja, ik wens je ontzettend veel sterkte toe. En ook heel erg bedankt dat je jouw verhaal met ons wilde delen. Graag gedaan.